Het begon voor Rob Kems allemaal zo leuk bij de televisie, maar dat is nu wel een beetje omgeslagen. Hij vergalopeert zich met zijn gretigheid om zoveel mogelijk programma's te maken. Zo was hij laatst te zien met een interviewshow, terwijl hij zelf helemaal geen vragen kan bedenken die werden ingefluisterd door Antoinette Schulderman. Het komt Rob duur te staan, twee van zijn gasten hebben zich in de media beklaagd, Patricia Pai en Johan Derksen, en hij heeft vernietigende kritiek gekregen van AD-hai Angela de Jong. En tot overmaat van ramp gaat ook showbiz-hyena Yvonne Koldewijer zich er nog eens mee bemoeien. Yvonne is degene die heeft onthuld dat Robs vragen werden ingefluisterd. Zij zegt in haar podcast The Juice Show dat ze Rob best een leuke jongen vindt, maar op een of andere manier is het hem niet helemaal gegund of zo, lijkt het wel. Waarom is dat? Het ding is, ik snap dat we allemaal super enthousiast zijn als we een heel leuk persoon hebben ontdekt, weet je. Hij bleek bij de slimste mens gewoon de slimste te zijn, mega sympathiek en hij kwam super hilarisch uit de hoek. Dat is gewoon een ontdekking, van, wauw, finally, een leuk persoon hebben we weer gevonden. Ze vervolgt, en dan is het een soort van denkfout van, laten we hem vooral allemaal programma's doen. Dat je een leuk persoon bent wil niet zeggen dat je ook kan presenteren of interviewen. Co-host Mark Koster herkent deze mening. Dit is wat de Volkskrant precies zei. Je hebt daar zo'n columnist die zich nu een beetje ontpopt als een Angela de Jong deel 2 bij de Volkskrant. Yvonne, wie dan? Mark, ja, Alex. Zijn achternaam is onuitspreekbaar. Mazereeuwer of zo. Ik moet het opzoeken. Alex Mazereeuw van de Volkskrant. Die zegt precies wat jij zegt. Dat hij meteen een soort duizenddoekje wordt. Van, hij is leuk, inzetten die gast. Yvonne, ja, wat ik snap, maar het is heel desperate, want dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij het dus kan. En dat zie je dus eigenlijk nu, dat hij het ook niet zo goed kan. Ze vervolgt, Rob moet je geen interviewprogramma geven. Ik hou van Holland, kom je nog best mee weg. Dat is niet goed, als ik dat zie, maar daar kom je nog wel mee weg, want dan denk je, Rob Kems en ik hou van Holland, oké, fine. Maar een interviewprogramma met Jeroen Pauw? Mwoa, nee. Mark, hij moet tegen zichzelf beschermd worden. Dat iemand tegen hem zegt, dit moet je gewoon niet doen. Hij moet een manager hebben die zegt, je moet niet aan al die troep meedoen, want ze gaan je afslachten. Yvonne denkt daar anders over. Ze besluit, nou, troep. Hij moet de troep eigenlijk wel doen, snap je? En de goede dingen niet. Hij moet gewoon. Ken je krachten. I'm going to go to the next one.
Thank you.